Sander, welkom in de studio bij TV Slingeland Sport. Je bent trainer van Trias en je vertrekt daar. Waarom en hoe is dat tot stand gekomen, die contacten met Eibergen, zeg maar? Ja, bedankt dat je me uitgenodigd hebt. Ja, hoe ontstaan die dingen? Ik ben nu voor het vijfde seizoen trainer bij Trias. Goed, we hadden een aantal hele mooie jaren gehad natuurlijk met Trias. Ja, er komt een keer een tijd dat spelers natuurlijk ook op je uitgekeken zijn. En dat ze een keer door moeten met wat nieuws. Ja, elke winterstop dan bellen er wel clubs van wat ga je volgend jaar doen? Dan teken je bij of ben je vrij? Nou, in deze fase hebben we een gesprek gehad met Trias eind oktober. En we waren al heel snel uit met bestuur dat ze vragen naar wat willen we, hoe ziet je toekomst eruit? En ik heb toen ook gelijk aangegeven dat dit mijn laatste jaar zou zijn. Ja. Ja, dan begint het balletje te rollen. Dan gaan de andere clubs bellen. Ja, ja. Voordat je trainer werd, heb je toen zelf gevoetbald? Ja, ik heb altijd gevoetbald. Nog wel redelijk hoog niveau. Alleen, er kwam wel een einde aan toen ik mijn kruisband scheurde. Ja, dan kom je eigenlijk niet meer op het niveau terecht waar je eigenlijk wil zijn. En op dat moment speelde ik bij de Graafschap. Samen met toen nog Erik Redeke. Ja, toen was ik nog best wel jong en door middel van een zware blessure heb ik eigenlijk dat niveau nooit meer gehaald. Nog wel hoofdklasse gespeeld en altijd bij WWC in het eerste. Maar de echte stap, een betaald voetbal, is me dan mislukt. En, dat kwam eigenlijk puur door die blessure. Dat is wel jammer, ja. Dan op een gegeven moment dan word je trainer. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe heb je dat besloten? Ja, je kon niet meer voetballen door die kruisband, maar... Nou, ik was ervoor al trainer, hoor. Op het moment dat ik bij WWC voetbalde, train ik al de E'tjes en de D'tjes. En van WVC boden me toen een cursus aan om een TC-cursus te doen, oefenmeestercursus heette dat toen nog. Nou, dat heb ik al gehaald toen ik 22 was. En ja, bij WVC al heel veel jeugd getraind. Nog een keer de B-jeugd. Ondertussen weer een diploma erbij gehaald. En toen ben ik WVC 2 gaan trainen, toen ik zelf stopte met actief voetballen. En zo ben ik erin gerold. Ja, maar als je dan trainer wordt, waar krijg je die opleiding? Waar moet je dat doen? Is dat in Zeist allemaal? Of? Ja, als je het hoogste gaat doen, is alles in Zeist. Die laatste wie ik gehad heb, die is dan, waar was dat ook alweer? Volgens mij in Deventer. Maar dan moet je wel een aantal weken of een weekend of zo, dan moet je naar Zeist. Ja. Maar het meeste is wel in de buurt. Overal in het land worden wel cursussen gehouden. En dan heb je gewoon regio Oost. Daar vallen de cursussen onder en daar hebben we dat gedaan. Ja. Ja. Je hebt dus een trainersdiploma. Houdt dat in dat je dus ook heel hoog kan gaan trainen, bijvoorbeeld in de Eredivisie? Nee, dat diploma heb ik niet. Nee? Ja, het is bijna net zoals als zijn de zwemdiploma's. Je begint bij UEFA C, dan heb je UEFA B en dan heb je UEFA A. UEFA A hebt dan, kun je assistent worden van een betaald voetbal. Ja. Maar dan moet je ook nog... De hoogste is dan coach betaald voetbal. Maar daar kom je niet zomaar op. En ik heb dan het middelste, ik zit er net tussenin. Ja, ja. UEFA B. Ja, dat geldt eigenlijk voor heel Europa, dat zegt het al, UEFA B. Ja, ja. Dus ik mag ook in Duitsland, België of Engeland trainer worden. Je zou bijvoorbeeld ook de FC Bocholt, ik noem maar de zijweg, of FC Eurding. Ja, ja, de Eurding zeker. Maar ja. Op een gegeven moment is er een niveau. Dat mag je wel doen als je kampioen wordt, maar dan moet je wel de volgende jaar naar de cursus om dat diploma erbij te halen. Ja, ja. Ja. Je zei het al, je hebt allerlei clubs heb je getraind en elftallen, WVC B bijvoorbeeld. Wat is het beste resultaat die je daar gehaald hebt? Met WVC heb ik ook de beste resultaten met het tweede gehaald. Die hadden vroeger, toen het eerste zelf hoofdklasse speelde, of eerste klas, speelden ze al in de hoofdklasse. Nou, dat is een generatie minder geworden toen degradeerde het eerste. En ja, het tweede gaat dan ook mee naar beneden. Dat hebben we opgepakt, dus zijn we begonnen in de tweede klas. Werden we kampioen, gingen we naar de eerste klas. Volgens mij via promotie naar de hoofdklasse. Ja, en daar hebben we een keer, op het laatste seizoen heb ik daar nog een periode gepakt in de hoofdklasse. En dan speel je tegen Kwik 20 en zo. Ja, ja. Dus ja, dan speel je op een aardig niveau. Ja. En dat heb ik 4 jaar gedaan. En ondertussen had ik dat UEFA B gehaald. Nou, en toen belde Trias of ik interesse had. Trias heeft jou gebeld? Ja, dat... Ja. 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 Ja, dat is van beide kanten natuurlijk wel interesse. Op een gegeven moment wil je een eerste elftal doen. En toen kwamen hun. En ik denk, ja, ik stap erin. Kwam je toen gelijk op het nieuwe complex van Trias? Ja, dat was mijn geluk. Of mijn geluk, maar... Na al die jaren had ik natuurlijk op 2 complexen gespeeld. En... Ja, toen ik er kwam was net een nieuw complex open, alles was klaar en met een fris begin zijn we toen ook begonnen. Ja. Eerst waren de resultaten niet zo goed, want ik had een beetje veranderd, een andere soort stijl van voetbal, omdat er ook een kunstgrasmatje lag. Ik dacht, ja, dan moeten we toch verzorgd gaan voetballen. Nou, dat heeft even geduurd, maar toen dat op gang kwam, hebben we de resultaten ook behaald. Ja, je zegt, we hebben de speelwijze veranderd. In welk opzicht heeft dat veranderd dan ten opzichte van dat kunstveld?
Ja, goed, bij een kunstgrasveld is het natuurlijk mooi vlak, dat weet iedereen. Je kunt daar heerlijk op trainen, alle oefeningen kun je uitvoeren. Ja, dan moet je gewoon opbouwend gaan voetballen. De bal zoveel mogelijk laag houden. En proberen zo tot doelpogingen te komen. Ja, ja, als mensen dat niet gewend zijn in de speelwijze. Dus daar hebben we veel op getraind, veel oefenwedstrijden voor gespeeld. Ja, dan kregen we de eerste paar keer goed op de deksel. Maar zo langzaam gingen de jongens erin geloven dat die speelstijl goed was. Ja. En iedereen ging erachter staan. Nou, totdat we dan wonnen en ja, zo ging het eigenlijk succes maar door. Ja, ja. En je komt dan bij Trias als trainer. Die hebben dan ook afscheid genomen van een andere trainer. Hoe word je daar dan door zo'n groep ontvangen? Van, Ja, nou goed, de vorige trainer heeft natuurlijk ook wat achtergelaten. Die, ja. Die zijn er netjes ingebleven toen. En dus ik kwam daar in de vierde klas. En op het moment dat ik tekende, stonden ze er ook nog niet zo best voor. Dus ik hoopte wel dat ze erin zouden blijven. Maar goed, als ze dan zo degraderen, had ik het in de vijfde klas ook opgepakt. Dus die heeft daar ook goed werk verricht. Ja, die had niet al het beste materiaal qua spelers en alles. En ja, zo langzaam hebben we wat doorgeschroomd door de jeugd. Er is hier en daar een speler bijgekomen van buitenaf. Want Trias kreeg wel iets meer aantrekkingskracht natuurlijk, een nieuw complex. En het tweede jaar werden we kampioen. En nu al twee seizoenen goed in de derde klas. Ja. Met mooie wedstrijden. Dus ja, de groep werd iets groter. Ik had iets meer keuze en de concurrentie werd groter. Dus ja, we gingen vanzelf die prestaties wat opleggen. Ja. En op dit moment gaat het gewoon wat minder. En we moeten zorgen dat ik wel een club achterlaat wie in de derde klas blijft. Ja. Dan, ik wil even doorgaan op dat kampioenschap wat je behaald hebt toen. En in het tweede seizoen, zei jij, was het, hè? Ja, tweede seizoen. Ja. Ja, ik kan me nog herinneren dat we toen met die platten waren door Winterswijk zijn gegaan. Ja. Je ziet het hele seizoen aankomen. Hoe gaat dat als je zo'n kampioenskandidaat bent? Met een elftal. Nou, het hele seizoen zagen we nog niet aankomen. Dat seizoen ging het wel goed. Alleen de laatste vijf wedstrijden wonnen wij ze alle vijf. En we hadden nog een concurrent, de Bomboys. En die stonden elke hele tijd een punt voor ons. Dus we mochten geen foutjes meer maken. En wij speelden een keer gelijk. En dan gingen we natuurlijk gelijk bellen over horen van, nou, de Bomboys speelden ook gelijk. Dus dat bleef tot de laatste wedstrijd spannend. En wij speelden thuis tegen AD, ik kan me nog goed herinneren. We moesten winnen, we stonden een punt achter. Ja, en dan maar hopen dat Bomboys punten zou verspelen, want die moesten naar Vorden toen uit. Ja, goed, en dan hadden we een mannetje naar Vorden heen gedaan. Maar zelf moeten we eerst die wedstrijd winnen. Nou, dat was al niet zo'n beste wedstrijd van ons. Er hingen al wel sporadisch een paar spandoekjes en er was natuurlijk achter de schermen wat geregeld. Maar op dat moment, ja, als we winnen en Bomboys won, dan hadden we in principe niks. Dan werden we gewoon tweede. Ja. Nou, het scenario ging zo dat Bomboys achterkwam. En wij een kwartier voor tijd op voorsprong. Nou, de wedstrijd bij Bomboys was afgelopen en we hadden gehoord dat het gelijkspel was geworden. Dus als wij zouden winnen, zouden we kampioen zijn. En ja, die bevrijdende treffer kwam. En toen was er nog een kwartier even alle ballen wegschieten. En toen werd ik van links naar rechts al gefeliciteerd, maar ik wou het nog niet weten. Want ja, en dan op een gegeven moment komt het telefoontje van, nou, we hebben zelf gewonnen. Dus als ze verliezen of gelijk spelen, is het genoeg. En die kwam, dat telefoontje. En dan ben je als eerste keer als hoofdtrainer bij kampioen. Nou, dat was een geweldig feest bij Trias, dat kan ik je wel zeggen, ja. Ja, dat kan ik me wel goed herinneren eigenlijk. Dat is mooi, ja. Niet dat ik het hele feest bij meer heb gemaakt, maar ik kan het me nog wel goed herinneren. Ja. Maar dan het huidige seizoen. Ja. Het loopt niet lekker, hè? Nee, ik moet wel zeggen dat we slecht begonnen zijn. Had ook al te maken met een slechte voorbereiding. Veel jongens op vakantie en dat heeft ook te maken misschien met hoe de bouwvak valt. En ik moet zeggen dat er niet zoveel jongens in de bouwvak werken of zo, of in de bouw. Maar dat was al een beetje rommelig. Nou, vorig jaar een hoop spelers kwijtgeraakt. Nou, het probleem is bij Trias nog eventjes dat er van onder nog weinig doorkomt. Ze hebben een hele goede C en een B en een D jeugd. Dat is prima op niveau. Alleen de A en vorig jaar A jeugd, ja, dat is iets minder. Dus ja, je moet geluk hebben dat je het af en toe eentje bij krijgt. Ja, en als ze dan door stoppen of door lage voetballen of naar een andere club, als je jongens kwijtraakt. Ja, dan is het lastig en dan hebben we gewoon wat klassenverschil en... Ja. Ja, we missen gewoon een aantal spelers die goed waren voor in de derde klas. En nu hebben we wel jongens die mee kunnen, maar die kunnen net verschil niet maken. Ja, ja. Je zegt, we zijn jongens kwijtgeraakt. Zijn die gewoon naar een andere club vertrokken of gestopt met voetballen? Of? Er zijn een paar naar een andere club gegaan. Kijk, als je goed speelt en Trias deed het goed, ja, dan komen de spelers ook in interesse van andere clubs. Dus is er één naar AZSV gegaan, er zijn er twee naar WFC gegaan. Ja, die werden dus kampioen, dus toch weer een klassetje hoger. Er zijn twee of drie jongens door blessures of de andere dingen afgevallen of door werk. Ja. Ja, dan heeft het nog een jongen met hartproblemen. Ja, ik ben blij dat hij weer voetbalt voor die jongen, maar die kan nog even niet in één spelen. Ja, en dan mis je zo 6-7 man en dat komt wel weer goed. Alleen, ja, de tijd hebben we er niet voor. Ja. En de eerste vijf wedstrijden hebben we echt slecht gespeeld. De eerste hebben we wel gewonnen tegen Ruurlo.
Maar zo langzamerhand gaan we wel weer beter voetballen. Alleen we vergeten nog die bal erin te schieten. Dat is zondag ook, dan moet je met rust gewoon 2-3-0 voor staan. Ja, en als dat uitblijft, dan geldt echt die voetbalwet. Dan gaat hij aan de andere kant erin. Ja, ik zag ook dat Trias die gaat dan toch verder naar voren spelen. Ja, en dat maakt dan de tegenpartij gebruik van, zeg maar. Ja, ja, je probeert zo'n wedstrijd te winnen natuurlijk, want je speelt thuis en je hebt al een achterstand. Dus gelijkspel schiet dan ook niet op met een puntje, dus je moet winnen. Nou, zoveel risico hebben we ook niet genomen, maar we speelden gewoon een uur lang beter als de tegenstander. Maar we laten na om te scoren en dat is op dit moment het probleem. Ja. Maar ik wil even terugkomen over het bedanken, dat je dus stopt bij Trias. Je hebt die wedstrijd tegen Pax gespeeld. Ja. Die werd verloren, als ik het goed heb. Verloren met 1-0, ja. Dan zie ik, heb ik na die wedstrijd heb ik met je gesproken. Toen voelde ik als verslaggever aan op de radio van, hij gaat vertrekken. Was toen je besluit al bekend? Nee, absoluut niet. Want je ging, anders blijf je altijd op het veld. Ja. Ja, en dan spreken we veld nog even met elkaar. Ik moest jou nou echt achter de tribunes opsporen om je te vinden, om nog een nagesprek te doen over de wedstrijd. Ja. Je zat daar op een muurtje een sigaretje te roken. En ik denk, die gaat stoppen. Nee, ik ga niet stoppen. Ik ben gewoon heel erg teleurgesteld dan op dat moment. Ja. En kijk, het mooiste is natuurlijk om winst met jongens te vieren. En als je een paar wedstrijden verliest, is dat natuurlijk ook niet erg. Dan zeg je, kom op en we weer hard trainen. Dus, en dan moet ik ook zeggen, dat doen die jongens. Maar soms is de teleurstelling wel groot, want je weet natuurlijk wel na 4,5 jaar dat dit wel eens je laatste seizoen kan zijn natuurlijk. Want elk jaar is er wel interesse, maar dan, ik dacht daar vorig jaar nog iets neer te kunnen zetten. En dan ben je gewoon teleurgesteld dat je een wedstrijd verliest. De zoveelste al, zeg maar, dat seizoen. En dat zijn thuiswedstrijden en die moet je in principe winnen. En als je uit een puntje haalt, dan doe je het goed. Dus ik was denk ik gewoon teleurgesteld, maar als jij al gemerkt hebt dat ik daar zo... Ja, en dan de wedstrijd erop kom ik weer bij Trias. Ook weer voor de radio en dan hoor ik dus dat je gestopt bent. En dan hoor ik dus ook hoe dat gegaan is. Jullie zijn op maandagavond bij elkaar gekomen. En herstel me als het niet zo is. Ik heb begrepen van het bestuur, jullie zijn op maandagavond na die wedstrijd bij elkaar gekomen. Om 8 uur is dat begonnen. En om 8:02 waren jullie eruit. Ze hebben jou gevraagd van hoe sta je er tegenover? Ja. En toen heb je gewoon zelf gezegd van... Laten we er maar mee ophouden. Ja, maar misschien ook wel van beide kanten. Ik bedoel, ik moet ook eerlijk zeggen, na die jaren ervoor waren we er ook snel uit hoor. Ik bedoel, Trias kwam altijd wel heel vroeg, moet ik eerlijk zeggen. Nou, dat geeft je als trainer veel vertrouwen en de spelersgroep wil me graag houden. Dat blijkt dan wel uit al die jaren. Ja, nu was misschien het moment aangekomen en van beide kanten dat we zeggen, nou ja, wat gaan we doen? Hoe ziet je toekomst eruit bij Trias? En ik zei, nou, die is er niet, want eind van het seizoen dan laten we uit elkaar gaan. Ja. Nou, en het bestuur en of de mensen wie er tegenover me zaten, die zeggen, ja, goed, dan is het zo. Misschien is het ook wel goed. En misschien wonen ze ook al van mij af, dus dan ben je er ook snel uit. Nee, ze zijn wel heel erg tevreden over je. Dat weet ik gewoon uit de bestuurskamer, weet ik dat gewoon. Maar dat doet het verder ook niet. Maar dan komt dus FC Eibergen in beeld. Benaderen die jou? Vind je het ook niet te vroeg, zo'n aangekondigd vertrek? Heb je daar nog wel vertrouwen van zo'n groep? Van denken die jongens nou niet van, nou, hij gaat toch weg? Nee, dat, zo zit mijn groep er ook niet uit en zo denken ze echt niet. Wij gaan elke wedstrijd in om te winnen, we trainen om te winnen. En ik zal de jongens nooit laten vallen en zoals ik begrijp, en we hebben gisteren ook nog met een aantal spelers gesproken over de situatie hoe die nu is. Die gaan nog steeds van mij door het vuur, daar ben ik niet bang voor. Nee. Maar goed, een club moet ook verder. Op het moment dat Trias en ik uit elkaar gaan, moet Trias ook een nieuwe trainer zoeken. Dus die moeten ook tijd nodig hebben om weer een nieuwe trainer te vinden. Dus daar zullen ze ook wel druk mee bezig zijn achter de schermen. Ja, we zijn ook al druk aan het vissen geweest, maar ze willen zich er nog niet over uitlaten. Maar... Ja, misschien zijn ze er nog niet uit of iemand heeft het nog niet toegezegd. Of... Dus jij weet daar ook helemaal niks van? Nee, ja, ik kan me ook nog wel voorstellen dat een trainer met ambitie liever in de derde klas begint. En ja, zoals het er nu uitziet, staat het natuurlijk niet goed voor. Nee. We kunnen nog meer dan 30 punten halen, dus we hoeven er niet uit te gaan. En ik ben ook van overtuigd dat het niet gebeurt. Maar zo'n man wil misschien ook wel... op het hoogste niveau trainen wat hij dan mag. Ja. Dus ja, dan heeft hij denk ik liever een derde als een vierde klas. Maar ja, op een gegeven moment moet Trias ook verder. Ze kunnen niet wachten tot februari om aan te kondigen wie een nieuwe trainer wordt. Ja, en in deze fase komen er veel trainers vrij. Dus overal wordt er gepraat over, ga je nog door? Of, dan hebben ze misschien meer keus. Ja. Maar toch even terugkomen op dat bewuste weekend in die wedstrijd tegen Pax. Ja. Ben je dan al in contact met Eibergen? Nee. Nee? Kwam dat daarna pas op gang?
Het kwam pas op gang tot we met Trias had besloten om niet door te gaan. Ja. Dan komt het in de krant en dan gaan de clubs bellen. Daarvoor ook wel eens, want je zit nog een beetje vierde jaar, zat ik al bij Trias. En in de winterstop zijn er altijd wel telefoontjes van clubs. Maar die zijn ook heel vaak vrijblijvend van wat ga je doen. Ik zeg nou ja, ik heb volgende week gesprek met het bestuur. Ik denk dat het over verlenging gaat. En dan maken we dat snel bekend en dan houden ze ook op met de telefoontjes. Want dan weten ze gewoon, hij heeft nog een jaar getekend. Ja. En als je ergens gewoon volmondig zegt van ik ga het seizoen door. Ja, dan kap je al die gesprekken af. Dan zeg je, nou ja, ik ben er nog een jaar. Ik zeg, wil me volgend jaar maar weer bijvoorbeeld. Ja, ja. Zo gaat dat wel een beetje, ja. Maar hoe kwam SC Ewerder bij jou in beeld? Ja, ze hebben gebeld, maar ja. Had je er zelf van? Was dat de uitdaging van die ga ik aan? Of had je nog meerdere clubs? Ja, er waren inderdaad wel meerdere clubs. Die hoef ik ook niet meer te noemen, want die heb ik netjes afgebeld. Eiberg gebeld als een van de eerste. Nou, die nodig je dan uit voor een gesprek. In ieder geval, die vragen eerst aan mij of je interesse hebt. Nou, dat zie ik wel zitten. Met een verhaal erbij dat ze dat zaterdag en zondag gingen samenvoegen tot één prestatie. Nou, dan ga je erin voor een gesprek. En dan zitten daar mensen van de TC en het bestuur en twee of drie spelers. Nou, dat is een beetje aftasten. En dan vragen ze mij, hoe ziet jouw training eruit? En hoe ben je als mens? En wat doe je eromheen? Ja. Ja, dan kun je verhaal doen. Nou, dan klikt dat of klikt niet. Ja, na aanleiding van dat gesprek word je nog een keer uitgenodigd. Toen bleven er nog twee kandidaten over. Toen zaten wat mensen van de zaterdag en zondag bij de spelersgroep. Nou, heb ik vragen kunnen stellen. Ja, dat voelde gewoon goed. Ja. Nou, dus s'avonds kreeg ik een telefoontje dat ik het geworden was. Oké. Maar dan moest ik nog wel even een paar andere clubs netjes afbellen. Want daar ben je dan mee aan het onderhandelen. Dus dan geef me even tijd om dat netjes af te wikkelen. Mm. Nou, en toen bekendgemaakt. Eerst natuurlijk aan mijn eigen spelersgroep. En mijn vrienden en kennis. En dan, dan zet Eibernd op de site. En dan komt het volgens mij in Berkelland of zo te staan. Ja. Nou, dan krijg ik dan volgend jaar wel mee te maken. Ja. Ja, zo werkt dat. Ja, ik ben heel blij met die club. Want het ziet er goed uit. Ja. Spelen ze in dezelfde klas als Trias? Ze zijn vorig jaar gepromoveerd. Ze zitten bij ons in de klas. Ja, derde klas. En waarom heb je niet gekozen om bijvoorbeeld een club die hoger op speelt, om die te nemen? Ja, het zou ook kunnen. Had je die mogelijkheid gehad? Die mogelijkheid was er wel, ja. Waarom heb je die niet gepakt dan? Ja, omdat je moet er een goed gevoel bij hebben. Als je ergens heen gaat, die zegt, nou, die zitten al aan de top. Ik heb liever iets wat ik weer iets op kan bouwen. Dus het is natuurlijk wel knap dat ze vorig jaar gepromoveerd zijn. En ze staan nou lekker in de middenmoot Eibergen. Maar om daar nog weer wat van te maken, die zaterdag en zondag tak samen te voegen. Om daar een team van te smeren. Ja, dat is eigenlijk mij op lijf gesneden. Ja, nou ja, goed, we zullen gaan beleven hoe dat gaat lopen bij FC Eibergen. Ja. Ik hoop in ieder geval dat je het gaat redden met Trias. Maar we hebben We zitten nu net over de helft van de competitie. Dus, ja. En dat is ook een dubbel gevoel. Ik ben natuurlijk, iedereen moet door. Trias moet een nieuwe trainer regelen. Ik heb een nieuwe club. Maar ik ben gewoon nog meer dan een half jaar werkzaam bij Trias. En daar ga ik me volledig voor inzetten. Ik ben blij dat dit allemaal achter de rug is. Het heeft me niet heel veel energie gekost, want ik was er snel uit, wat ik al zei. Ja. Maar goed, we gaan gewoon ons stinkende best doen en keihard werken om Trias erin te laten. Want ik wil graag volgend jaar met Eibergen nog op bezoek komen bij Trias. Ja. Dat lijkt me hartstikke leuk. Kunnen we nog eens even met elkaar spreken na de wedstrijd? Ja, zeker. Ja? Als verliezend trainer. Ja. Je weet gewoon, ik krijg ook elke keer het verwijt als verslaggever van je bent te partijdig voor Trias als ik daar zit. Maar ja, dat is nu helemaal zo. Je zit bij een plaatselijke club. Dus, ja, je bent lokale omroep, dan mag je toch wel voor je eigen clubje zijn, of niet? Ja, nou, sommige mensen denken er anders over. Maar goed, Sander, tot slot. Wil je nog iets zeggen tegen de Winterswijkse mensen die nu aan het kijken zijn? Tegen je spelers van Trias? Nou, tegen mijn spelers, dat doen we. Daar heb ik mogelijkheden genoeg voor op trainingen en wedstrijdbesprekingen. Ja. We hebben het al over dat ik bij Trias vertrek. Ik heb daar echt geweldige jaren gehad. Ik vind het nog steeds goed naar mijn zin. Ja. Veel vrienden weer aan overgehouden. Mooie periode. Nou, het eerste wat ik wil doen is die periode goed afsluiten. Meer kan ik in dat betreft niet meer voor Trias betekenen. Net wat ik zeg, super tijd gaat. En ik wil graag wat leuks achterlaten. En dan hoop ik nog een keer op bezoek te komen met Eibergen. Ja. Ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Dan kunnen we elkaar nog eens spreken. Dankjewel. Sander, ik bedank je voor het feit dat je hier naar de studio wilde komen. Ja. En we gaan elkaar spreken. Tijdens de wedstrijden of na de wedstrijden, maakt niet uit. Ja, het is nog een half seizoen. Ja, absoluut. We blijven je volgen. Oké, dankjewel, man. Bedankt. Joe.